Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Welkom bij het RTLZ-beursspel. Hier kan je leren beleggen en als je meespeelt, dan maak je kans op een dag leven als miljonair. Zometeen bespreekt onze beurscommentator Dirk Veenstra weer een mooie beleggingsklassieker. En deze keer gaat het over winst nemen. En we starten natuurlijk hier in de studio met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Janneke. Welkom, Jim. Het nieuws waar jij het over wilt hebben vandaag, wat is dat? Ja, je zou misschien denken de roerige beursweken of week. Hè? Maar ik wil het eigenlijk hebben over iets anders wat ook heel roerig is. Dat is namelijk op, in en rondom Twitter. Want ik denk dat iedereen het wel weet. Elon Musk, de topman en oprichter van onder andere Tesla, die heeft een bod gedaan op Twitter. Maar hij wil er eigenlijk ineens weer een beetje van af, lijkt. Ja, en want hij zegt nu het kan goedkoper, hè? Ja. Hij vermoedt dat er meer spamaccounts zijn, ja, dan de 5% die Twitter zelf aankan. Ja, Twitter heeft inderdaad gedeponeerd dat er ongeveer zo'n 5% nepaccounts bij zijn. En Elon Musk die heeft 44 miljard op het platform geboden. Ja. Maar ja, hij komt er nu achter dat het misschien wel iets te veel geld is. En nu zoekt hij waarschijnlijk allemaal redenen om er vanaf te komen. Dus hij heeft gezegd, het is wel 20%. Hij zet polls online van, ja, hoeveel denk jij dat het is? Ga het maar eens uitzoeken. Nou, de klucht wordt nog veel groter. Want het begon natuurlijk al een beetje dat hij via Twitter aankondigde van, nou, ik heb een belang. Vervolgens via Twitter aankondigde dat hij wel in de board wou. Twitter reageerde ook weer uiteraard via Twitter dat ze hem niet in de board wouden hebben. Toen dacht hij, dan koop ik het hele bedrijf voor 44 miljard. Nou, ja, wat vind jij? Kijk, ik vind dat die Musk een beetje een ongeluid projectiel is die zich aan geen enkele, nou ja, geldende beursregel houdt. Hij heeft ook heel mooie bedrijven neergezet. Zoals bijvoorbeeld Tesla, is natuurlijk hartstikke knap. SpaceX ook. Maar hoe gaat dit nou aflopen? Gaat hij, denk jij, uiteindelijk nou dat Twitter nog overnemen? Of was dit weer zo'n ik haal Tesla van de beurs ideetje? Wat dan uiteindelijk helemaal niks van terecht komt. Ja, dat is eerder al eens geweest. En ik denk dat dit daar in die rij ook kan worden aangesloten straks. Dat hij iets heeft geroepen. Vervolgens dacht ik, doe het gewoon. En nu stiekem een beetje spijt heeft. En er wel vanaf wil. Want ja, het is natuurlijk nogal wat. Ja. Dan moet hij wel een boete betalen als hij er vanaf. Vroeg ik me af. Ja. 1 miljard. Maar ja, dat is voor deze man niets. Maar toch moeten we ook niet vergeten wat de echte impact is. Want beleggers die beginnen het vertrouwen in Elon Musk ook te verliezen. Want zowel Tesla als Twitter die zijn meer dan een kwart van hun beurswaarde kwijtgeraakt in de afgelopen tijd. Ja. Ja, dan hebben we het over meer dan 250 miljard. En wie wordt het allerhardst getroffen? Elon Musk zelf, want die is groot aandeelhouder bij beide. Ja, niet al te slim dus. Laten we even kijken naar mensen die misschien wel slimmer zijn. De mensen, de top 5 in het beursspel, die doen het allemaal hartstikke goed. Van hun ton heeft Rens de Bruin, stond eerder ook al in de top 5, ook aan kop. Heeft hij al €195.000 weten te maken. Nou, de rest doet het natuurlijk ook fantastisch, hè. Maar Rens, ik weet nog, de vorige keer was hij bezig met natural gas en daar sprinters op. Ja, dat doet hij nog steeds. En afgelopen week heeft hij een beetje afstand weten te nemen van de andere deelnemers. Nou, dat is knap. Hij heeft 2 keer goed gezeten met zijn gastransacties. En bijna iedereen zit in die volatiele markt van gasprijzen. De Nasdaq is ook erg geliefd. Wat ook wel aardig is, is er 1 iemand in die top 5 die we van naam al kennen. Jam123, want die heeft ooit gewonnen. Maar die doet juist alles op de DAX. Maar je ziet dus wel dat je dingen moet hebben die bewegen. Nou, daar een hefboom op. En dan kom je bovenaan. En ja, Rens had het de afgelopen week wel vaak bij het juiste end. Dus hij neemt afstand. Ja, hartstikke knap. Als je ook wilt meespelen met het beursspel, dat kan. Het is gratis. Meld je even aan via rtlzbeursspel.nl. En dan is het tijd voor onze serie Beleggen voor Beginners. In 8 simpele lessen leer je wat je moet weten over beleggen op de beurs. En deze keer les 2 over sprinters. Sprinters worden vaak gezien als producten met veel risico en snelle winsten en verliezen. Maar je kunt sprinters ook gebruiken om je risico juist wat te beperken. Zo hebben sprinters bijvoorbeeld een stop-loss niveau. En dat ligt iets boven het financieringsniveau. Bereikt de onderliggende waarde het stop-loss niveau, dan beëindigt de bank de sprinter en krijg je de restwaarde uitgekeerd, als die er is. Hierdoor kan het zijn dat je verlies wordt beperkt. Want er wordt automatisch voor je verkocht als je visie niet uitkomt.
Terwijl je, als je een aandeel hebt gekocht, je verkoopbeslissing steeds maar verder kunt uitstellen. Maar als een koers kort daalt tot onder de stoploss en daarna weer stijgt, dan ben je wel je sprinter kwijt, terwijl je het aandeel nog zou hebben. Nog een andere manier om minder risico te lopen. Stel, je wilt €2000 beleggen. Daar kun je dan 100 aandelen van €20 van kopen. Maar je kunt er ook 100 sprinters van €4 van kopen. En dan hou je nog €1600 over, die je bijvoorbeeld op een spaarrekening kunt zetten. In totaal loop je dan minder risico. En er zijn ook sprinters short, waarbij je juist gaat verdienen als de koers van een onderliggende waarde daalt. Stel, je hebt een aantal verschillende AEX-aandelen in je portefeuille. Nou, als je daarbij dan ook een sprinter short op de AEX koopt en er komt dan een correctie, dan dalen je aandelen, maar wordt je sprinter short juist meer waard. Stijgen de aandelen toch, ja, dan kun je de inleg voor de sprinter short kwijtraken. Dat bedrag zou je dan kunnen zien als een verzekeringspremie voor je aandelenportefeuille. Vanaf Beurspijn 5 komt onze beurscommentator Dirk Veenstra. Goeiedag, Dirk. Hallo. Fijn dat je er weer bent. Je hebt elke week een beleggingsklassieker voor ons. Welke is het vandaag? Vergeet niet om op tijd winst te nemen, Janneke. Dat is het advies van deze week. Ja, en heb je dat specifiek tegen mij? Want ik heb daar erg veel moeite mee. Ik heb grote posities. Om daar dan winst op te nemen, dat lukt me niet zo erg. Nee, gaan we zo even over doorpraten. Nee, dat is niet persoonlijk, Janneke, inderdaad. Dat geldt voor elke belegger. Niet voor niks dat professionele beleggers inderdaad dit heel vaak doen. Het heet ook in vaktermen vaak herbalanceren of herwegen. Nou, dat doen ze omdat ze van start gaan meestal met een soort portefeuilleverdeling van een assetallocatie. Bepaalde afspraken maken met zichzelf en willen bijvoorbeeld 60% in aandelen. Kijk meteen maar even mee naar zo'n voorbeeldportefeuille. 60% in aandelen stoppen, 40% bijvoorbeeld in obligaties, vastrentende waarde. Dat kan ook variëren. Je hebt ook variaties hierop die zeggen van 50% aandelen, 30% obligaties en bijvoorbeeld 10% in vastgoed en 10% in grondstoffen. Het maakt niet uit hoe de verdeling is, maar de bedoeling vaak is er om eraan te houden. Nou, wat kan dan wel eens gebeuren in een bepaald kwartaal of in een maand dat aandelen bijvoorbeeld het heel goed doen? Nou, dan moet je eigenlijk volgens deze redenering een deel van die aandelen verkopen, omdat je dan dus eigenlijk te veel in aandelen hebt gestoken in verhouding tot je modelportefeuille. Dan heb je er bijvoorbeeld 65% in aandelen zitten. Ja, dat is dan net iets te veel. Het is contra-intuïtief. Wat je moet doen eigenlijk is dus op tijd af en toe daarvan een wat overwaarde verkopen en dan wat obligaties bijvoorbeeld terugkopen. Dus je verkoopt je winnaars, je koopt wat verliezers bij. Op termijn is dat vaak beter voor je rendement, heeft het verleden aangetoond in ieder geval. Daarom doen professionele beleggers het heel vaak. Ja, dus ook al is het wel het lastigste wat er is, het is beter voor je rendement. Is dat bewezen ook? Ja, wetenschappelijk allemaal heb ik nog even nagezocht vanochtend in moeilijke hele dikke boeken die over beleggen gaan in ieder geval. Maar dat is dus inderdaad kennelijk een feit. Het is wel heel lastig. En ja, het voelt, wat ik al zei, contra-intuïtief. En kijk eens even naar bijvoorbeeld dit jaar. Want we hebben dit jaar, 2022, te maken met een heel raar beleggingsjaar. Ik heb hier even de wereldwijde aandelenportefeuille, de MSCI World in dollars. En obligaties is de Barclays Global Aggregate, een bepaalde portefeuille in obligaties. En beide doen het dit jaar super slecht. Dus ja, hier valt weinig aan te herbalanceren, zou je zeggen. Ja, had je maar begin van het jaar alles verkocht, had je geen min 15% rendement gehad. Let op, het is dus niet altijd, laten we zeggen, toepasselijk. Maar als je het in je eigen portefeuille wel treft, dan is het verstandig om het geld, laten we zeggen, uit die winnaars te halen. Een plukje van winnaars bijvoorbeeld te verkopen. Daarmee hoef je niet iets meteen terug te kopen als je vindt dat de risico's te groot zijn. Maar je pak eens een keer een beetje winst. Ga lekker uit eten. Doe wat. Leuke vakantie. Wordt niemand armer van. Maar hoe vaak moet je dat dan doen? Want kijk, even toch naar mij persoonlijk. Ik heb een grote positie bijvoorbeeld in ASML. Die is flink in koers opgelopen. Ja. Al jaren. Hè? Maar dat betekent dat die dus heel zwaar weegt in mijn portefeuille. Dus die zou ik dan moeten verkopen. Maar hoe vaak zou ik dat moeten doen? Nou ja, als je dat nou 1 of 2 keer per jaar bijvoorbeeld doet. Hè, als je vindt bijvoorbeeld dat het heel erg goed gegaan is, dat het te zwaar in je portefeuille weegt, had het maar verkocht toen het op de koers van €770 stond per aandeel. We hebben zelfs al inmiddels al even onder de 500 gestaan. Die daling had je dan niet meegemaakt. Je had dat geld wat je ermee verdiend had door iets een plukje ervan te verkopen. Had je nu misschien opnieuw een ASML kunnen stoppen op deze lagere prijs. Wat ook maar, hè, achteraf kijken is zo makkelijk. Achteraf beleggen is het mooiste spelletje wat er is. Volgende keer vaak andersom proberen te doen. Maar ik snap dat het moeilijk is. Ik ben er zelf ook niet goed in. Maar het is wel, heeft het verleden aangetoond, vaak het beste voor je lange termijn rendement. Ja, nou, ik wacht wel even op een seintje. Als jij zegt dat ik het weer moet doen, dan ga ik aan de slag. Dank je wel.
Jim, hoe vaak moet je herbalanceren? Doe je dat zelf ook? Ja, dat doen we zeker bij een vermogensbeheer. Eens per kwartaal kijken we of de huidige assetallocatie nog correct is. Maar dat herbalanceren doen we eigenlijk doorlopend. Dat gaat allemaal automatisch. Elke dag krijgen we een uitdraai van de portefeuilles. Nou, jij wil een seintje hebben, want een kleine toevoeging is nog wel dat je eigenlijk niet de hele positie moet verkopen. Maar als je bijvoorbeeld in ASML zit, wij kopen dan bijvoorbeeld voor 3% van de portefeuille ASML. Hij loopt op. Dat je op een gegeven moment zegt, hey, nu is 4% geworden. Dus ik verkoop een kwart van mijn positie. Ik ga weer terug naar 3%. Dan hou je ASML, blijf je profiteren als het goed gaat. En andersom, als de koers heel hard daalt, zoals nu is gebeurd, dan moet je weer, dat van 3% is naar 2 gegaan, moet je weer terug naar 3. En we hebben toevallig dus, dat is echt waar, afgelopen week ASML bijgekocht. Oké, nou leuk om te weten. Dankjewel, Jim. Het RTL Z-beursspel, dat kun je nog spelen tot met eind van de maand. Meedoen is gratis en dat kan via rtlzbeursspel.nl. Je krijgt van ons een fictieve ton en daarmee ga je beleggen alsof het echt is. Doe je dat het best, dan win je een dag leven als miljonair. Heel veel succes!